Fijn dat je luistert naar deze podcastserie Kies voor een hoopvol leven. In deze serie gaat het over hoop. Hoop maakt immers dat we plannen kunnen maken, iets voor anderen kunnen betekenen en tegenslagen kunnen incasseren. Hoopvol leven is onze roeping vervullen en het licht van het komende godsrijk nu al op deze wereld laten schijnen. Welkom in de podcastserie Kies voor een hoopvol leven. Mijn naam is Gerrit Houtman, ik ben relatiegezinstherapeut en verbonden aan het christelijk hulpverleningscentrum Bethesda in Genk in België. Ik wil het graag hebben over schuldgevoelens. Hoe echt zijn onze schuldgevoelens? Ofwel, hoe ga je om met terechte en hoe ga je om met onterechte schuldgevoelens? Er stond een berichtje in de krant lang geleden. Duitser wil gestolen fiets vergoeden. Een Duitser die aan het einde van de Tweede Wereldoorlog als soldaat een fiets stal in het Gelderse Nijkerk heeft berouw gekregen en wil betalen voor een nieuwe fiets. Dat meldde de Sint-Catharina-parochie in Nijkerk vorige week vrijdag. De fiets stond destijds voor de kerk geparkeerd, aldus de Duitse oudsoldaat in een brief aan de parochie. Op de vlucht voor de geallieerde troepen ging er met de fiets vandoor. En daar heeft u nu spijt van. De man, die volgens de parochie anoniem wil blijven, heeft aangeboden om een nieuwe fiets te vergoeden. Ik ben vaak mensen tegengekomen met schuldgevoelens. Ik denk aan een man die ik leerde kennen in een depressieve periode. Naast zijn negatieve pessimistische gevoelens, had hij ook een diep spijtgevoel over fouten op zijn werk. Ik voelde bij hem zo'n diep besef van spijt dat ik meende dat het om echt schuldgevoel ging. Opvallend was echter dat toen de depressie voorbij was, hij vrolijk en opgelucht was en er geen spoor van schuldgevoel meer te vinden was. Achteraf vroeg ik me wel af of hij toch iets had moeten doen met die spijtgevoelens. Of een vrouw die diepe schuldgevoelens had over een abortus die ze lang geleden had laten uitvoeren na een vluchtige affairen. Hoewel de gevoelens oprecht waren, voelde ik vooral de angst dat haar huidige omgeving iets te weten zou komen van haar verleden. En stak ze veel energie in zichzelf en andere bewijzen dat ze een voorbeeldige vrouw en moeder was. Of een jong meisje dat sterke schuldgevoelens naar God had. Ze voelde zich verdoemd en verloren om allerlei kleine voorvallen die voor haar echte grote bewijzen waren dat ze slecht was. In de gesprekken merk je echter dat haar perfectionisme sterk bepaald werd door de dominante houding van haar moeder en de altijd stil verwijtende blik van haar vader. Hoe gaan we met schuldgevoelens om? Zowel het krantenbericht als bovenstaande ervaringen laten zien dat terechte schuld en onterecht schuldgevoel niet altijd eenvoudig te scheiden zijn. Het is natuurlijk niet goed om een fiets te stelen. Maar is dat nu het ergste kwaad dat deze man in de oorlog verricht heeft? Bij de man met depressie is de ziekte oorzaak van sterke schuldgevoelens. Maar toch? Zou de man ook niet wat transparanter met zijn fouten mogen omgaan? De vrouw die lang geleden een abortus liet uitvoeren, voelt een mengeling van schuld, angst voor afwijzing en behoefte aan zekerheid. De vraag is hier, wat maakt dat ze op haar tenen loopt en met haar. Huidige partner niet over het verleden durft te spreken. De situatie van het jonge meisje is nog het meest duidelijk. Niet in haar relatie met God, maar in die met haar ouders moet iets gebeuren. Ze zal zich bewust moeten worden welk effect hun opvoeding op haar heeft, en hoe ze zich los kan maken en haar leven in eigen handen mag nemen. Als je vanaf je vroege jeugd het gevoel van falen en tekortschieten kent, heeft het veel te maken met er niet in slagen om je ouders tevreden te stellen en hun liefde te verwerven. Elke kleine tekortkoming kan je achtervolgen, je ontwikkeling belemmeren en je geluk vergallen. De ellende is dat schuldgevoel zo sterke emoties waartegen je je moeilijk kunt verweren. Waarom zijn schuldgevoelens zo sterk? Vanuit mijn streng calvinistische opvoeding was ik al vroeg vertrouwd met schuld en schuldgevoelens. Hele generaties hebben hieronder geleden en hard moeten vechten om zich ervan los te maken. Toen ik in de jaren zeventig naar België verhuisde, dacht ik, hier hebben ze dat niet. Schuldgevoelens hoorden bij een streng calvinistische opvoeding, niet bij de rooms-katholieke cultuur, waar je altijd nog via de biecht en enige penitenties kon ontdoen van de onnodige ballast van schuldgevoel. Ik ben er in de loop van de jaren achtergekomen dat schuldgevoelens interkerkelijk, internationaal en multicultureel zijn. In de hulpverlening zijn we vaak biechtvader of biechtmoeder van allerlei echte en onechte schuldgevoelens. En vooral deze laatste verzieken je innerlijk. Bij alles wat je doet achtervolgens je, tasten je je zelfbeeld aan en belemmer je in alles wat je hoopt, bidt en verwacht. Omdat je denkt dat je niet waard bent. Bovendien is het geweten of je innerlijke criticus of super ego of hoe je het ook noemt, zo normatief en krachtig dat het je klein maakt en elk verweer onmogelijk wordt. Hoe komt het nu dat schuldgevoel zo'n sterke emotie is waar we ons zo slecht tegen kunnen verzetten? Het lijkt wel of emoties zoals boosheid, verdriet en zelfs verliefdheid gemakkelijker te beïnvloeden zijn dan schuldgevoel. Wel, ik denk dat daar twee redenen voor zijn. Het eerste is, het schuldgevoel was er het eerst. Doordat wij relatiegericht zijn, helpt schuldgevoel ons als opgroeiend kind om ons op onze opvoeders te richten en van hen afhankelijk te zijn. En in de eerste jaren is dat ook goed, omdat wij nodig hebben om te groeien naar een eigen zelfstandig leven. Wanneer ouders ons bevestigen, liefde geven, positief op ons reageren, ons bemoedigen en stimuleren, is dat ook geen probleem. Maar als dat niet gebeurt, ontstaat er een sterk falen en krijg je een schuldgevoel. Zonder dat je dat kunt benoemen. Echter, als je daarna fouten maakt, en als onontkoombaar, want niemand is perfect, ga je deze koppelen aan dat schuldgevoel. Zie je wel dat ik slecht ben? Alleen de volgorde klopt niet. Het schuldgevoel kwam voor de daad. Soms ga je zelfs onbewust of bewust op zoek naar fouten... om jezelf te bewijzen dat je het je terecht schuldig voelt. Nog een probleem. Theologen hebben het vaak gehad over erfzonde of schuld. Maar ik geloof niet zozeer dat we schuld erven van onze ouders. Maar wel schuldgevoelens. Zaken waar ouders nooit mee in het reine zijn gekomen kunnen een gevoel van schuld creëren in een gezin. We krijgen er vaak geen vat op, omdat ze voortkomen uit onbesproken zaken uit het verleden, zoals familiegeheimen. Ik denk aan kinderen van incestdaders of ouders die in de oorlog meegewerkt hebben met de vijand. Maar het kan ook zijn dat ouders in viesement gingen en daar nooit goed over konden spreken. En het gezin als totaliteit dit als falen gaan beleven. Tweede reden. Schuldgevoelens helpen ons om vat op onze wereld te krijgen. Vanuit onze opvoeding krijgen we gereedschap mee om de werkelijkheid om ons heen te ordenen. En vaak heet dat gereedschap schuld. Alles wat we meemaken, ordenen we dan aan de hand van het schema goed of fout. Als we iets verkeerds meemaken of onbehaaglijk voelen, moet dat wel het gevolg van schuld zijn. Schuldgevoelens helpen je om een verklaring te hebben, een ordening. Je kunt het begrijpen. Vaak maken we als gevolg hiervan goede voornemens en zeggen we tegen onszelf dat we het nu anders gaan doen. We nu wel perfect zullen zijn. Vaak beloven we ook nog dat we iets gaan doen als boete of openbaar beleiden. Maar of we stellen het uit, of we doen het wel, maar het lucht niet op. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we. Ons geweten of onze schuldgevoelens moeten negeren. Wel dat we het kinderlijk geweten moeten vervangen door een volwassen geweten. Een geweten dat ons niet zozeer veroordeelt, maar oproept tot het goede en ons een weg ernaartoe wijst. Schuldgevoel en verlangen. We zijn allemaal geboren met sterke en diepe verlangens om iets groots te betekenen. Ieder mens is met unieke talenten en gaven geboren en we willen allemaal ergens in uitblinken. Dit verlangen kan echter snel de kop worden ingedrukt als er dingen al vroeg in je leven misgaan en je sterke schuldgevoelens ontwikkelt. Elk verlangen en alles wat hoop geeft, kan of door jezelf als zondig worden ervaren of door je ouders als verkeerd worden bestempeld. Zoals: Jij moet niet te veel willen. Wees jij maar de minste. Hoogmoed komt voor de val. Als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje. Kinderen die vragen worden overgeslagen. En zo kan elk verlangen als schuld geïdentificeerd en bestreden worden. Ik zie dat bij mensen met sterke schuldgevoelens sterke idealen en verlangens schuilgaan. Daarom luister naar je idealen en zorg dat je verlangens het gaan winnen van je schuldgevoelens. Nu, wat zijn nu de kenmerken van echte schuld en echte schuldgevoelens? Want er is ook echte schuld. Er zijn ook echte schuldgevoelens. De Bijbel noemt dat laatste berouw. Schuld die meer met daden dan met gevoelens te maken heeft. Schuld die vraagt om vereffening, om het goed maken. Schuld die alleen door echt berouw en bekering wordt opgelost. Ik zie een viertal kenmerken die bij echt schuldgevoel horen en tegelijkertijd het onderscheid aangeven met onecht schuldgevoel. Het eerste is, echte schuld komt als een openbaring van buitenaf. Denk maar aan het verhaal van David die gezondigd had met Bathseba en daarover wordt aangesproken door de profeet Nathan. Nathan die vertelt hem een verhaal in de hoop dat David zich zou herkennen. Maar terwijl Nathan dat verhaal vertelt, kwam er bij David geen enkel schuldgevoel. Hij herkende zich totaal niet in het verhaal. Hij zegt, de man die dat gedaan heeft, die moet gedood worden. Zijn rechtvaardigheidsgevoel was groter dan zijn schuldgevoel. Tussen haakjes, mensen met onechte schuldgevoelens herkennen zichzelf in elk verhaal, ook al gaat het niet over hen. Pas toen Nathan zei, tegen David zei, Gij zijt die man. En daarna uitlegde wat God ervan vond dat hij wat had genomen en haar man Uriah gedood had, toen brak het licht bij David door. Maar nog iets, als je het verhaal van Nathan goed beluistert, dan stelt God zich op als betrokken partij. Nathan had kunnen zeggen: Sorry, uh, David, je hebt tegen het zesde, zevende, achtste, tiende en indirect ook tegen het negende gebod gezondigd. Maar nu zegt Nathan. God zegt tegen jou: Je hebt tegen mij gezondigd. Ik heb jou alles gegeven. Ik die goed voor jou was. En als dat te weinig was, dan had ik je nog meer kunnen geven. En daarom beleidt David in Psalm 51: Tegen u, u alleen heb ik gezondigd. En dit is ook onze hoop, want alleen voor en naar God kunnen we uit ons schuldgevoel komen. Alleen Hij is degene die ons echt en voor 100% vergeeft. Mensen doen dat altijd maar ten dele. Openbaring van schuld is van buitenaf en niet van binnenuit. Ons geweten is geen goede graadmeter. God valt niet gelijk met onze gevoelens. Echte schuld gaat helaas lang niet altijd samen met schuldgevoelens. Ik merk dat mensen altijd worstelen met schuldgevoelens over kwesties die Luther benoemde als poppenzonden, terwijl grote zonden als overspel en incest heel gemakkelijk gerationaliseerd werden. Bekering vindt daar plaats waar de openbaring van buiten groter wordt dan de kennis van binnen. Ofwel, zoals Johannes het zegt, als ons hart ons veroordeelt, God is groter dan ons hart. En volgens Luther ook heel wat barmhartiger. Tweede, schuld heeft te maken met relaties. God zegt tegen David, hoe heb je mij behandeld? Schuldgevoel is het gevolg van een norm. Waarvan de oorsprong vaag en onbekend aanvoelt. Maar bij echte zonde gaat het om de verbroken gemeenschap. Hoe heb ik God behandeld? Hoe heb ik mijn naaste behandeld? Wat is er tussen mij en God en mij en de ander gekomen? Berouw is verdriet om het gemis van de ander. Daarom zegt David: Verwerp mij niet van uw aangezicht. Ik wil terug voor uw aangezicht komen. Ik wil terug in relatie tot u staan. In vers 10 zegt hij: Laat mij blij worden en jubelen. En in vers 14: Hergeef mij de blijdschap over uw hel. Wel, dat is echt berouw. Berouw is relationeel. Of zoals Paulus zegt: Een droefheid, een heimwee naar God hebben. Maar ook in onze intermenselijke relaties moet het gaan om herstel, het geluk van de ander, of het aangedane leed aan de ander willen verzachten. Soms ontdek je bij jongeren sterke schuldgevoelens over het feit dat ze te vroeg met seksualiteit zijn gaan experimenteren en de maagdelijkheid te vroeg hebben prijsgegeven, Maar dat wil nog niet zeggen dat ze oog hebben over wat hun gedrag de ander heeft aangedaan en wat hun partner beleefd heeft. Derde kenmerk. Genade komt voor het brouw. Nathan vergeeft. David onmiddellijk. Net zoals Jezus dat thuis onvoorwaardelijk doet. Alleen vanuit de genade, de vergeving, kun je gaan nadenken over schuld, kan het berouw zijn. Alleen waar genade je fundament is, kun je terugkijken naar je verleden. In Romeinen 2, vers 4 staat: Weet je niet dat het de goedheid van God is die ons tot bekering brengt? Niemand van ons is in staat om naar zijn schuld te kijken als we ons niet eerst volledig geliefd en vergeven weten. Daarom is het zo moeilijk om feedback te geven op iemands gedrag. Vanuit angst en pijn gaan mensen onmiddellijk in de verdediging. Zullen mensen met schuld eerst een warm onthaal moeten bieden voordat ze naar hun fouten kunnen kijken? Vierde kenmerk. Echt schuldgevoel en brouw. Geven perspectief. In vers 15 van Psalm 51 zegt David: Dan zal ik overtreders uw wegen leren, opdat zondaars zich tot u bekeren. Echt berouw en vergeving doen het verlangen om voor en door God gebruikt te worden en het geluk met anderen te delen weer stromen. Vergeving schept hoop. Mensen die vergeven zijn, krijgen een verlangen om hun ervaring als voorbeeld voor anderen om te zetten. Vergeving zorgt ervoor dat onze droom om iets groots en speciaals te doen weer levend wordt. En we gaan weer geloven dat het mogelijk wordt. Echt berouw creëert een sfeer van hoop. En is dat niet de belangrijkste les rond schuld en schuldgevoel? Veel schuldgevoel doet ons vastzetten op het verleden. Maar gezond berouw is gericht op de toekomst. Ontvang en leef uit vergeving. Vergeving ervaar je niet door ongezonde introspectie. Integendeel, dat doet je nog meer verzinken in angst en eenzaamheid. We worden uitgenodigd om naar buiten, naar God zelf te zien, en naar liefdevolle mensen die namens Hem vergeving in deze wereld binnenbrengen. Er is terechte en onterechte schuld en je kunt ze nooit helemaal uit elkaar halen. Maar Jezus nodigt je uit om ze aan Hem over te geven. Hij die niet alleen onze schuld, maar ook onze schuldgevoelens gedragen heeft. Hij alleen weet er raad mee. Probeer het niet zelf op te lossen, geef de controle op. Mensen houden vaak hun schuld vast omdat ze niet kunnen geloven in het gratuite karakter van de vergeving. Diep in ons hart is er iets dat zegt dat er voor alles betaald moet worden. Genade is echter een gunst, iets dat je gratis krijgt. En dat vertrouwen vaak niet. Of zoals iemand eens gezegd heeft, we gunnen God zijn verdiensten niet. Maar de voornaamste reden waarom ook gelovige mensen hun schuldgevoelens vasthouden, is dat ze een soort zekerheid en controle willen behouden. Net zoals bij zorgen maken. Vergeving ontvangen en jezelf vergeven is zo gevaarlijk. Want het betekent overgaven, je bemind voelen, je door de liefde laten overrompelen. Iets dat gratis is, maakt ons onzeker en brengt ons in verwarring. Iemand anders neemt je over en gaat je leiden. In feite zijn we bang voor de liefde, zeker als we weinig liefde hebben gekend. Maar God wil juist dat we ons overgeven aan Zijn liefde, in verwarring daardoor raken en dat we zo in de echte vrijheid komen. God houdt van je en je kunt er niets aan doen. Ik wil eindigen met een. Gedicht uit uh, de middeleeuwen. Als alles buiten donker is, mijn vrienden mij niet verstaan, dan wend ik mij van hen tot u, vind liefde in uw ogen. Als alles in mij donker is en ik mijn ziel veracht, dan wend ik mij van mij tot u. Vind liefde in uw ogen. Als uw gelaat zo donker is en uw toorn mij bedreigt. Dan wend ik mij van u tot u. Vind liefde in uw ogen. Je hebt geluisterd naar een aflevering Kies voor een Hoopvol Leven. Presentator Gerrit Houtman. Meer informatie ga dan naar onze website www.betesda.be Wilt u hulp ontvangen of heeft u vragen naar aanleiding van dit onderwerp, stuur dan een e-mail naar info.bethesda.be.